In een vlaggenfabriek te Vlijdingen heeft men enkele dagen onder hoogspanning gewerkt aan een grote order uit Nieuw-Guinea. De motieven die op de vlag moeten komen zijn aangebracht op een drukraam. Een rubber rakel brengt met kleurstof het embleem op de vlag aan. Een witte ster op een rood veld symboliseert de wens tot contact met heel de wereld. Daarnaast verlopen horizontaal 7 blauwe en 6 witte banen. Omdat de vlag tamelijk groot is, moesten de gedeelten met de ster en de strepen los van elkaar worden verwijderd. Op de naaiafdeling werden de beide stukken tot één geheel gemaakt. Voor wie het niet weet, is de naad nauwelijks zichtbaar. Toen de gouverneur van Nieuw-Guinea zijn instemming had betuigd met het verlangen van de Papoea's naar een eigen vlag, hebben ze er daar haast achter gezet. Maar ze kunnen tevreden zijn, want in Vlijdingen slaagde men erin de opdracht in recordtempo uit te voeren. In Papua Barat, zoals de Papua's hun land noemen, zal dus nu de Nieuw-Guineese vlag wapperen, waarin de verbondenheid met Nederland tot uitdrukking komt in de kleuren rood, wit en blauw. Klausul dalam perjanjian KMB satu tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Trikomando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda.